Zoals je ziet is het redelijk zonnig. Maar waar in Nederland kun je nu het meest genieten van die zonnestralen? In de zomer schijnt de zon over het algemeen het meest langs de kust. En dat komt door het relatief koude zeewater. De wolkenvorming wordt daar enigszins onderdrukt. En met een westelijke wind profiteert de kuststreek daar dan weer van. In het binnenland, waar het land wat warmer wordt, daar stijgen warme luchtbellen op en daar vormen zich dan wolken die af en toe zelfs tot wat regen kunnen leiden. De westkust kan rekenen op ongeveer 1700 zonuren per jaar, terwijl ze in het oosten van Nederland het moeten doen met 150 uur minder. Niet geheel onverwacht staan er, als het gaat om zonuren, 3 kustplaatsen in de top 3 van Nederland. Den Helder was afgelopen jaar de meest zonnige regio van Nederland. Ze hadden daar circa 1965 zonuren. En zoveel uren zon is natuurlijk goed nieuws voor de zonnepanelen in Den Helder. Want op zonnige dagen kunnen zonnepanelen per huishouden tot wel 1,5 keer meer energie opwekken dan dat er wordt verbruikt. En met Toon zie je nu ook hoeveel dit oplevert in euro's. Daar wordt niet alleen Den Helder opgewekt van, maar iedereen met zonnepanelen. Je ziet het, voor de zon moet je aan de kust zijn.